En het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft gisteren haar 40-jarig bestaan herdacht. Directeur Mike Antonius heeft gisteren in verband met de jaardag de nieuwe bedrijfsstrategie bekendgemaakt. Hij gaf aan wat de nieuwe missie en visie zijn. We hebben daarom dan ook in het kader van onze nieuwe strategie die vandaag ingaat, hebben wij een aantal zaken herzien. We hebben een nieuw strategic vision tot 2025 uitgewerkt. En in dat kader hebben wij ook onze visie en onze missie veranderd. En op basis van zeg maar, deze trends die er zijn, ook voor de corporate values. De nieuwe visie van ons ingaande vandaag is: we are the trusted digital communication partner and provide our stakeholders with the best experience possible to enable their growth while caring for our environment. And as MESI, we are passionate about enriching lives by engaging with our customers and partners to provide high quality innovative communication services. Op basis hiervan zijn er dan ook enkele wijzigingen noodzakelijk in de corporate values. En dat is: we deliver on our promises by being passionate, customer driven, trustworthy, innovative and by working together. Very high standards. Zijn we reeds daar? Nee. Maar wat we wel gaan doen is die stappen zetten dat we de bedrijfsefficiëntie zodanig gaan verhogen en verbeteren dat we hiertoe wel in staat zullen zijn op korte termijn. Dat was dus Mike Antonius, directeur van Telesuur. Bondsvoorzitter Harvey Panka van de Telegraaf en Telefoon Werknemersorganisatie Suriname, TTWOS, benadrukte dat Telesuur 40 jaar bestaat, maar dat er al veel langer telecommunicatiediensten worden geleverd. Want de bond is niet voor niet 70 jaar. Maar ze zeggen, hoe kan een 70-jarige bond opereren in een 40-jarig bedrijf? Dus daarom is de naam ook, de naam van onze organisatie is TTWOS, de Telegraaf en Telefoon Werknemersorganisatie. Eigenlijk, Telesuur ontstond eigenlijk met de samenvoeging van de Telegraaf en Telefoondienst die door buitenlanders waren opgezet. De Fransen voor de telegrafie en de Amerikanen voor de telefoondienst. En dat die werden overgedragen aan de overheid en toen werd LTT opgericht. Het nu latere Telesuur. En natuurlijk, LTT heeft zijn sporen verdiend. En de bond is altijd CNC geweest met de directies. Altijd CNC om telefoonwezen in Suriname eigenlijk gestalte te doen krijgen. En te komen. Aldus de voorzitter van de vakbond bij Telesuur, Harvey Panka. Hij sprak gisteren in verband met het 40-jarig bestaan van het telecommunicatiebedrijf Suriname. De nieuwe missie en visie van Telesuur gelden tot en met 2025.